Oh jee, wat krijgen we nou? Wat is dat nou? Kijk eens! Zwarte Pieten! Goeiedag! Wat is dat nou, Wilo? Alles goed? Ja! Jullie zijn vandaag aangekomen, hoorde ik! Ja! Allemaal magisch! Helemaal uit Spanje! Ja. Het is hier best wel koud, hè? Ja, het is wel een beetje anders dan in Spanje. Maar we hebben een zonnetje meegenomen. Dat hebben jullie goed gedaan! Ja, toch! Wil je nog een kusje geven, Wilo? Ja. Ja, jullie ook, hè? Doei, doei. Wat is dat nou? Wil je geen kusje geven? Kom, gaan we een kusje geven. Nee. Hey, jawel, joh. Nee. Hè? Nee. Zwarte Piet. Nee. Geef eens een kusje. Maar we zijn toch echte? Echte, man. Ja, maar... Hey, geen kusje. Nou, gaan we er vandoor? Ja. Ja, oké dan. Let's go. Eeuw, het Ibrahim, wai wai. Eeuw, echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Hey, vandaag is een hele speciale dag mensen. Waarom is vandaag een speciale dag? Leg eens even uit. Het is jouw jarig. Is Khadija jarig? Ja. Nee joh. Ja. Dat meen jij niet. Je houdt me voor de gekke zon. Echt, Khadija is jarige mensen. En wat doen we hier dan hier in Rotterdam? Katten halen. Mensen, vandaag zijn wij in Rotterdam. Khadija is jarig. Zij denkt dat ik het dus niet weet. Maar we weten het wel. We zijn nog scherp. En we gaan vandaag allemaal cadeautjes voor Khadija kopen. Goed of niet? Is Khadija... Gaan we een jurk halen? Ja. En is Khadija lief of niet? Ja. Oké. Okay. Mensen, we gaan snel lopen. We gaan snel ons ding doen. En sowieso willen we jullie enorm bedanken dat jullie op onze kanaal hebben geklikt. Vergeet vooral niet te abonneren, te delen, te liken. Praat erover. Weet ik van wat allemaal. Want we gaan hard. Nou, we gaan in ieder geval knallen. Of niet, Bilo? Ja. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Dan zeggen we tijd. Aarde. Aardewerkje. Aardewerkje. Wat voor kant gaan we? Op die kant of die kant? Nou, doei. Blij. Wat? Oh. Wasila, wasila, wasila. Die kant. Let's go. Hallo. Hey, kijk eens. Ja, ja, rustig maar. Het is gewoon een vraag. Wow, kijk eens. Oh jee, dit gaat niet goed hoor. Dit gaat niet goed. Nee, wacht. Wido, is dit voor vrouwen? Is dit voor vrouwen? Komt er niet. Salule. Maar dit is voor mannen, we hebben iets voor vrouwen nodig. Geef maar een handje, Wille. Laat ik. Zwak lijk. Wille. Alhamdulillah. Nee, we moeten iets voor vrouwen hebben. Iets voor vrouwen. Kom, we leggen die neer. Komt er niet. Nee joh, gekkie. Bobo, die kant. Zo.
Rechtdoor, hup, rechtdoor, hup. Kijk, ze gaan trouwen. Kijk eens, Bilal, ze gaan trouwen. Bilal wil ook trouwen. Hallo. Hey, Nico. Hallo, deze man maakt je helemaal gek. Kijk eens. Oké, nu heb ik hem vast. Deze man gaat geen kant op. Nou, dat gaat je echt niet lukken nu. Oké. Hey. Je gaat helemaal nergens heen, vriend. Je bent gewoon bij mij. Les. Ja, kom eens mijn les zeggen wat je wil. Gaat het niet worden. Hey. Stuik. Kom. Hey. Kom. Kom dan, we moeten toch door. En fait, toi ça t'embête, t'as pris tout mon but, croyais d'être en tête. Faut pas je m'inquiète, mais moi je m'entête. Ce qui paraît la télé, ça rembête. J'suis mort dans le film, j'ai pilonné toute la night. En bas ça siffle, les condés sont montés dans le bat. J'me coffe chez la voisine des heures. Lijkt het? Ja, als je doorheen blaast, dan is die geur niet echt lekker. Nee, dit is vertrouwen. De echte man, hè? Hallo, wat doe je nou? Ja. Wat doe je? Nee, ik dacht dat jij zo hier hoort, maar niet zo best wel. Wat gaat het doen? Nou, dit meen je niet. Bille, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Ja, dat begrijp ik voor Khadija, maar dit gaat echt te ver. Ja, bam. Oké. Die kan wel. Zullen we die halen? Ja. Oké, dan gaan we die kopen, ja? Ja, dit? Ja, Terugleggen? Nee. Eén op het andere? Nee. Ga je oma meenemen? Ja. Zeker weten? Ja. Oké, ga jij betalen dan? Ja. Oké. Oké. Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Ja. En dit heeft hij dus een soort van bijgehaald, maar dat was niet de bedoeling. Oh. We gaan... Ja, die kan gewoon achter. Kijk eens, we gaan eerst die halen. We moeten nog wat andere dingen halen. Maar je mag wel. Kijk eens. Tada. Super, dankjewel hè. Werk ze nog. Nee, kijk. Loop je. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Nou, jullie zien, het is echt serieus waar, echt zwaar om met deze gozer gewoon een simpele paar cadeaus te halen. Het is gewoon donker. Mensen zijn gewoon aan het slapen. Kan toch niet? Wat een zot ben jij. Hij kon gewoon op de weg ook nog fans tegen en dan gaat hij ook nog... Joei. Ja, hij is in je mond, je leppert. Khadij, sorry, ik wilde 100.000 dingen voor je halen. Maar ja. Hij is in je mond, je leppert. Ja, in ieder geval, het spijt me, Khadij. Ik wilde nog meer voor je halen. Maar goed, aan de andere kant, je hebt een lekkere geurtje. Je ruikt al lekker. En nu wordt het alleen maar nog beter. Ja, toch? Of niet, Bilal? Ja. Lekker geurtje voor Khadij, hè? Ja, van harte gefeliciteerd. Mensen, ik wil ook gelijk even gebruik maken van de gelegenheid om in ieder geval iets mee te delen. Dat is dat, ik vier geen verjaardagen eigenlijk. Maar goed, het was wel even een moment waarvoor ik vandaag eigenlijk wat heb gehaald. Is omdat dit stukje nu, dit deel, is mag je eigenlijk wegzeppen. Een soort van, weet je. Want Khadij, dit is echt speciaal voor jou. Ik wilde toch even een moment even gebruik maken om jou persoonlijk te bedanken. Voor al jouw tijd, voor al jouw inzet en alle liefde voor mijn lieve broertje. Stoute broertje. Deze man is heel stout. Je hebt ontzettend veel geduld. En de mensen weten ook wel, denk ik ook wel, van dat je hoeveel tijd je erin steekt. En ja, wat je er allemaal voor over hebt. Via deze weg wil ik jou in ieder geval bedanken. Ook wil ik aan de mensen meegeven dat je ontzettend veel geduld moet hebben. Waarom? Omdat ik gewoon echt
super, super druk ben. De mensen die een beetje in mijn omgeving zitten, die weten dat ook. Ik ben gewoon echt bijna dag en nacht ben ik gewoon bezig. En dan weekend er ook nog bij. Ben ik op stap en moet geëdit worden. En stress en dit en dat en zo en zo. Maar jij bent wel degene die altijd zorgt dat ik in balans blijf. Jij bent degene die ervoor zorgt dat ik... af en toe iets rustiger aan moet doen. Zonder jou zou dat niet mogelijk zijn en dan was ik mezelf al lang al voorbij gelopen. Ook wil ik aangeven dat zonder jou stond ik niet waar ik nu sta. Achter een succesvolle man staat een succesvolle vrouw. Zonder een succesvolle vrouw... Wello, nada, niente. Had jij helemaal niks en dan zou ik eigenlijk alleen maar... zou ik misschien ook wel verschoppen, maar in ieder geval niet zo ver als het... Tot waar ik nu sta en wat er nog aankomt. Dus Khadij, echt mijn dank naar jou. Mijn dank ook hoe je met mijn familie omgaat, hoe je met mijn ouders omgaat. Je staat altijd voor iedereen klaar. De mensen kunnen je niet zien. Dat maakt op zich ook niet uit. De mensen weten, en alleen al door Bilal, weten zij van hoeveel jij voor anderen betekent, voor hem betekent, voor mijn familie betekent, voor je eigen familie betekent. En dat is niet niets. En daarbij hebben we ook nog natuurlijk nog twee alhamdulillah, geweldige kinderen. Daar moet ook tijd en energie in gestoken worden. En daarnaast werk je ook nog eens. Dus je bent gewoon een superwoman. Je hebt Superman en je bent een superwoman. Super bedankt. Van harte gefeliciteerd met je 18e verjaardag. Zotte gaat rustig. Khadij, super bedankt. Ik hou super veel van je. En jij, hou je van Khadij of niet? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. Ja, ik zeg klein beetje of heel veel? Heel veel. Heel veel? Ja. Ik heb het over Khadij, niet over mij. Hou je nou van Khadij of niet? Klein beetje of heel veel? Heel veel. Okay. Mensen, voor jullie bedankt voor het kijken. En nogmaals, als je op zoek bent naar een vrouw of wat dan ook, zoek de juiste vrouw. Wat is de juiste vrouw? Dat is de vrouw die jou aanvult. Dat is de vrouw die jouw tekortkoming, dat ze die versterkt. En het gaat er niet om dat ze een prachtig model moet zijn of wat dan ook. Natuurlijk is het uiterlijk belangrijk, maar het gaat vooral om de innerlijk. Vooral hoe ze met anderen omgaat, hoe ze met haar gezin omgaat, met haar familie, et cetera, et cetera. Wij hopen dat het een toffe video was. En wij hopen dat jullie gaan abonneren. Hè? Wij hopen dat jullie gaan delen. Wij hopen dat jullie gaan liken. En wij hopen dat jullie ons blijven steunen. Want er komen binnenkort weer dikke, dikke, dikke video's aan. En wij gaan gewoon volop knallen. Want Bilal, want wij zijn echte, 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 echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Wat is even tijd? Positiviteit. Aarde. Aarde weg je. Mensen, love. Love. Khadij, love. Oh ja, Khadij, voor ik het vergeet dat je niet denkt van... wat is het nou alleen voor een lullige cadeautje dit en dat. Is het dat alleen bla bla bla. Nee, nee. No stress. Jij hebt twee kaartjes... Van een musical kan je lekker één iemand uitzoeken met wie je lekker kan gaan genieten. Uiteraard hoop ik een beetje dat ik dat ben. Dat kan Bilal zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een van je vriendinnen mee wilt nemen. Of wie dan ook. Mooi hem. Die kaartjes zijn gewoon voor jou. Geniet ervan. En nogmaals, het gaat niet om je verjaardag. Maar het feit dat je altijd klaar voor je gezin staat en voor anderen. Alleen maar liefde. Why, why? Alleen maar liefde. Why, why? يو هدى ابراهيم وي وي يو هدى بلال يو هدى ابراهيم وي وي يو هدى بلال يو هدى ابراهيم وي وي يو اختمون وي وي بوزيتيفيتيت وي وي اكتيفيتيت وي وي نيجاتيفيتيت وي وي geen tijd voor وي وي in wegen door وي وي برايم فلور